Hey Annika, ja. Dit is zo'n callcenter. Klantencontactcentrum. Oh, ja, ja, dat heet nu zo? Ja. Nou ja, dat ligt er een beetje aan waar je bent, denk ik. Er zijn heel veel verschillende klantencontactcentra. Dus ook, je hebt ook wel de stereotype callcenters misschien, maar dit is met name een klantencontactcentrum. Dit is het UWV, hè? Ja, UWV klantencontactcentrum. Ja, die hebben natuurlijk vragen over de ziektewet, vragen over de werkloosheidswet, ja. Allemaal. Ja. Maar daar moet je dan toch wel echt verstand van hebben, zeg. Dat denk ik ook, ja. Zullen we eens gaan kijken? Dat lijkt me een goed idee. Ik schat dat jij Leonard bent en jij Linda. Klopt. Hey Linda. Ja. Wat is er zo leuk aan dat... Het callcenter, een klantencontactcenter werk. Ja, als callcenter moet je het echt niet zien. Maar wat ik er heel erg leuk aan vind is dat elke dag is anders. We leren hier echt heel erg veel. Je begint hier met de wet WW-uitkering. Maar dat is toch hartstikke ingewikkeld, jongen? Ja, dat klopt. En daar weet jij nu alles van? Nou, bijna alles. Dus welke vraag ik jou ook stel, jij weet het antwoord gewoon. Nou ja, moet ik wel even opzoeken. Maar ik weet ook heel veel wel uit mijn hoofd. Ik ga met jullie een paar vooroordelen doornemen, goed? Ja, dat is prima. Altijd maar beschikbaar zijn. Is dat zo? Nee, we kunnen hier rustig bij de computer weglopen als je bijvoorbeeld naar het toilet moet. Ja, mensen bellen tijdens het eten. Ja, jullie doen inbound, hè? Wij mensen doen inbound. Bellen jullie met vragen. Ja, dat is zeker waar. Jullie hebben hele hoge werkdruk. Nee, dat denkt men, maar dat is echt niet zo, hoor. Het is gewoon... gewoon relaxed. Niet zoals iedereen denkt dat je bepaalde cijfers moet halen, dat je er anders uit ligt. Nee, dat gaat echt niet op die manier. Je verdient geen stuiver. Ik kan hier mijn huis van betalen. En nog op vakantie gaan, dus het is een betaalde baan, een goed betaalde baan in dat opzicht wel. Kun jij er ook nog een beetje van shoppen? Absoluut. Zo, mooi weertje heb je uitgezocht. Heerlijk. Naar wie gaan we toe nu? Vodafone Ziggo, Ad. Naar Ad. Ad, die laat ons zien wat hij de hele dag doet. Ha, ik ben wel nieuwsgierig. Ja, ik ook. Hoe oud is Ad? Nou moet ik natuurlijk niet liegen. Ik denk 58. Oh, dus het is ook wel werk voor mensen met ervaring. Ja, zeg maar. Ja, zeker. Of uit een andere branche komen en denken ik wil wat anders. Leuk. Ja. Is dat Ad? Dat is Ad, zeker. Ja? Ja. Kan hij een beetje? Hij kan het heel goed. Ja? Hij is goed bezig. Ja, 100%. Mooi, Ad. Hoi. Hey. Hey, Ad kerel. We hebben zo net over jouw leeftijd gehad. Ja. Wij gokken jou op 58. Oeh, dat is een belediging. Oh. 55. Ben je 55? Ja. Oh ja? Ja, echt. Echt waar? Ja, ik zie er toch niet uit als 58. Wel. Ik heb speciaal mijn haar gekamst vandaag. Nee, man. Nou, het laatste wat wij wilden was jou beledigen. Hey, nee. Ik had altijd het idee dat dit een vak was voor jonge mensen. Nee. Dacht ik ook. Ja, dacht jij dat ook? Zal ik eens even de bril af, want dacht ik ook. Maar ik ben hier 10 weken geleden binnengekomen. Een verademing. Bij wat je deed? Bij wat ik deed, ja. Wat deed jij hiervoor? Uitvaart. Uitvaart? Ja. Ja, dat is niet echt een vrolijke business. Nee, maar ja. Ja. Houdt van mensen. Maar dat gaat wel heel erg over menselijk contact. Ja. Dus daar hou jij wel van. Absoluut. En daarvoor horeca, dus dat zit er ook nog een beetje mee natuurlijk. Maar ja. En wat vind je hier zo leuk aan? Klantcontact. Echt klantencontact. Alles wat je doet, een lekker praatje maken. Heerlijk. Collega's om je heen. Hele leuke club. Ik had nooit anders kunnen verwachten. Wij zijn ongeveer even oud. Oh, en ik kan het me wel voorstellen. Dat je, want het lijkt niet dynamisch, maar dat is het wel. Hè? Absoluut. Hoeveel mensen krijg jij aan de telefoon? Absoluut. Geen idee. Per dag? Ik heb geen idee. Heel veel. Ja, absoluut. Ja. Het is inbouw natuurlijk, we hoeven niet naar buiten te bellen. Maar echt... Vond je het moeilijk om te leren of niet? Ik dacht dat het moeilijk was. Ik dacht nooit van, dat leer ik nooit meer. Ik denk al die jonge lui die kunnen dat, maar ik kan het niet. Absoluut niet waar. Nee, maar... Ben je echt gelukkig van geworden? Als... Ja. Het is dat mijn partner er niet is, maar anders, die had ik kunnen beamen. Oh ja? Ik lach weer als ik naar het werk ga, ik kom lachend thuis. Ik kan het echt iedereen aanraden van, ga er eens naartoe. Ga eens naar een open dag, weet ik veel. Introductie ochtend of middag. Echt de moeite waard.